Tussen duinen en groen vind je de SAB-school in Aardenhout, waar al meer dan 100 jaar kleinschalig en inspirerend onderwijs wordt gegeven. De school is in 1924 mede opgericht door de familie van Hal, die je misschien wel kent van de film Bankier van het Verzet. De familie van Hal en de andere ouders droomden van een school waar kinderen, vrij van geloofsovertuiging, in alle vrijheid leerden om creatief en kritisch te denken. En nog steeds zetten we ons bij de SAB in voor een onderwijsomgeving die niet alleen kennis overdraagt, maar ook ruimte biedt voor verbeelding, nieuwsgierigheid en zelfstandigheid. We bieden kinderen een vertrouwde omgeving waar veel wordt samengewerkt en leerlingen zich volop kunnen ontwikkelen. Zo werken we met de internationale IPC-methode. IPC maakt leren leuk en relevant door middel van thematisch onderwijs. IPC stimuleert nieuwsgierigheid en creativiteit en helpt kinderen om verbanden te zien tussen verschillende vakken en de echte wereld. Door het bevorderen van zelfstandig en kritisch denken bereidt IPC kinderen voor op een snel veranderende wereld. Bij de SAB leren kinderen niet alleen feiten, maar ontwikkelen ze ook sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Onze ervaren vakleerkrachten helpen hen hierbij. Ons kundige en toegewijde team van leerkrachten biedt persoonlijke aandacht en begeleiding. Met onze kleine klassen van gemiddeld 20 leerlingen is er veel tijd en aandacht voor ieder kind. Vrije denkers kunnen de wereld veranderen. Bij de SAB leren kinderen hoe ze hun unieke ideeën tot leven kunnen brengen. Of eens komen kijken? Kom dan langs bij de allerleukste school van Aardenhout. Misschien leiden wij wel rond. SAB voor de vrije denkers van morgen. Al 100 jaar.